Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien, is er echt een zieke icon glitch in FIFA. Je krijgt zoveel icons in puntdraft. Dat is echt insane gewoon. En ik ben benieuwd of dat nu nog steeds het geval is. Want wat we namelijk vandaag gaan doen, is een zo duur mogelijk puntdraft team maken. En als die glitch nog steeds aanwezig is, dan gaan we waarschijnlijk het allerduurste puntdraft team ooit maken. Dat kan haast niet anders. Maar daar gaan we dus naar kijken. En hopelijk gaan we in ieder geval die 20 miljoen halen. Dat heb ik volgens mij nog nooit gehaald. In ieder geval niet in deze FIFA. En dat weet ik zeker. Maar we gaan kijken of dat gaat lukken. En als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 3000 likes. Het is veel, maar het zou super nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn FIFA en voetbal gerelateerde video's. Maar ik wil eigenlijk altijd een opstelling hebben met veel centraal aanvallende middenvelders. Die heb ik nu niet echt. Ja, 4-2-2-2. Dan ga ik maar voor deze opstelling, want CAM krijg je altijd zulke goede spelers. We beginnen met Crespo. Ja, dat is prima. En ik ga trouwens op de computer alles bijhouden. Dus jullie misschien zien in, onderin het scherm de prijzen, zeg maar, van alle spelers. En Crespo is iets meer dan 800k waard op de PlayStation 4. En we krijgen nu Bergkamp. Oké, ik weet het al zeker. Die glitch is nog steeds aanwezig. Bergkamp is een 92 rated versie. Dan zitten we nu al over de 2,5 miljoen coins. Nice, oké, let's go. Volgende en weer een icon. Zanetti. Oké, die glitch is inderdaad nog steeds bezig. Oké, dat komt echt goed uit. Want anders hadden we misschien echt een noob team kunnen krijgen. Maar we zitten nu al over de 3,5 miljoen. En dan heb ik mijn centraal van de middenvelders nog open. En dit gaat maar door. Dit gaat maar door. Gattuso! Het zou trouwens ziek nice zijn als we op de een of andere manier een team weten te maken met alleen maar icons. Dat zou geniaal zijn. Maar nu, zie je niet, zie dat! Dit is echt niet normaal. Wat is er? Wat gebeurt er? Oh, deze versie die is trouwens niet eens beschikbaar. Oh, jawel. Hij is wel beschikbaar. Hij is mega duur voor jou. Op de PlayStation 4 zit ik nu al bijna over de 20 miljoen coins. En ik heb nog niet eens mijn hele team gehad. Volgende Ronaldinho. What the fuck? Dit is mijn allerbeste verdrapt ooit. En dat meteen in deze video. Ronaldinho. Dan zit ik momenteel op de 34 miljoen coins. What the fuck? Dit geloof je toch bijna niet. Linksachter. Oké, nou Jordi Alba is ook veel waard. Dus dat vind ik helemaal prima. Jordi Alba. Ik denk dat ik al niet meer over deze draft heen ga. Want dit is echt bizar. 35 miljoen. Nu nog die van die Van Dijk. Ah, oké. Het kon ook gewoon niet zo zijn dat ik gewoon elke keer weer een zieke speler zou krijgen. Maar kom op, nu een icon of Timothy hier van Dijk. Oké, Campbell. Weer een icon. Nou, dan ga ik voor Campbell. Zal denk ik niet heel veel waard zijn. Nou, bijna nog 800.000 coins. Dus ik vind het prima. Als we nu nog zometeen 4 icons weten te krijgen op de bank, heb ik gewoon een volledig icon team. Dat is echt niet normaal. Hatenboer of Walker. Wie zou het meest waard zijn? Ik ben benieuwd. Ik ga het wel even opzoeken. Oké, dat was wel duidelijk. Balken was veel meer waard. Die was 370.000 coins waard of zo. De Hatenboer die was 150 of zo. Dus dat was een redelijk verschil. Ik ga nu voor Rui Patricio. Dan hebben we uiteindelijk niet een hele goede verdediging. Maar ja, aan de andere kant, ik mag ook niet zeuren. Want we hebben nu al een lijp duur team. Maar ik wil eigenlijk op de een of andere manier een volledig icon team krijgen. Dat zou echt geniaal zijn als mij dat gaat lukken. Maar we gaan nu verder met de bank. Ja, voor wie zou ik gaan? Ik ga wel voor deze keer, want misschien dat hij nog wat waard is. Maar ik wil eigenlijk spelers of dik in de miljoen coins, of gewoon dikke icons. Dat zou ook nice zijn. Dries Mertens is op zich wel nice. Ik denk dat hij wel redelijk wat waard is. Maar come on. Volgende. Ah, ja, nice. Subio of zo. Die is sowieso vies veel waard. Dat is ook weer een icon die miljoenen coins waard is. Dus dat is nice. Dan moeten we nu nog 3 icons en ik heb een volledig icon team. Wat krijgen we nu? Dybala, 90 rated. Prima, is goed. Maar ja, niet voor in mijn team. Ik wil beter. Mbappé. Oké, die is sowieso vies veel waard. Dus dat is wel chill. We hebben nog een paar vies goed dure spelers op de bank. Dus dit wordt sowieso de duurste draft ooit. En nu helemaal. Kanté of Ronaldo? Ik ga het even opzoeken. Ja, ik weet niet. Want dit is natuurlijk niet de beste versie van Ronaldo. En die Kanté is ook vies veel waard. Ronaldo, nee, Kanté is inderdaad meer waard. Dus dan gaan we nu voor Kanté. Maar ja, buiten dat dit misschien de duurste draft gaat worden, kan dit misschien ook nog qua rating wel de beste draft ooit worden. En we krijgen nog een icon. Ja, ik weet niet of ik voor Owen moet gaan. Want ik heb ook nog Messi. Maar fuck it, ik ga gewoon voor Owen. Want ik wil gewoon zoveel mogelijk icons krijgen. Dan hebben we nog een icon. En trouwens, die dure spelers die ik nu heb gekregen, die zet ik aan het eind weer in mijn basiself. Maar het zou ook wel ziek zijn als dit een 193 draft gaat worden. Dan hebben we de duurste draft ooit. En dan ook nog gewoon meteen qua rating de beste. Maar kom op, een icon. Ik heb er nog 2 nodig volgens mij. Nou, dat is jammer dat we er nu geen 1 krijgen.
Ja, inderdaad. Ik heb er nog twee nodig. Dus als we de laatste twee keuzes nu nog twee icons krijgen, dan heb ik een volledig icon team. Maar ja, dat is helaas niet het geval. Misschien tot slot een goede keeper? Nee, ook niet. Oké, maar dan ga ik nu eerst alle dure spelers in mijn team neerzetten. En dan gaan we daarna kijken wat mijn beoordeling kan worden. Oh, dit is echt een lijp duur team. Dit is echt niet normaal gewoon. Oké. Mijn vorige record in FIFA was ongeveer 14, 15 miljoen coins. Mijn record op dit moment 55 miljoen coins op de PlayStation 4, 47 miljoen coins op de Xbox en 58 miljoen op de PC. What the fuck? Dit is echt het lijfste team wat je ooit gaat zien in je hele leven. Dit is echt niet normaal. Maar ik ga nu eventjes alles goed neerzetten. En dan ga ik proberen ook nog even een goed team te maken. Gewoon kijken of ik hier misschien 192 of 193 van kan maken. Dat zal wel baas zijn als dat ook nog gaat lukken. Oké, we zitten nu al momenteel op de 192. Oh, hij gaat nog niet naar de 193. Zouden we mijn basiself nog beter kunnen maken? Ja, volgens mij niet. Volgens mij heb ik nu al het beste, ja, al mijn beste spelers er wel in staan. Maar dit is echt een ziek team. Ik kan trouwens nog een manager toevoegen en dan hebben we ook nog 100 teamgeest. Maar dit is echt mijn lijfste draft ooit. En dat gewoon in mijn eerste team. Krijgen we dan wel 100 teamgeest? Dan moet ik wel één manager krijgen waar we teamgeest erbij van krijgen. Oké, nou, ik ga dat toch nog even fixen, want ik wil toch nog even die 192 halen. Maar echt insane wat voor team we hebben. Zo vreselijk duur en zo ziek. Echt heel nice. Nou, ik heb het uiteindelijk zo makkelijk gefixt. Dan heb ik Walker rechtsachter neergezet. Maar dan moest ik deze eruit halen. Die kan ik er trouwens weer inzetten. Dan doen we het op deze manier. We hebben een 192 rated team. Bizar. Echt bizar. Maar we gaan door met de volgende draft. Kijken of die net zo lijp gaat worden. Maar veel lijper dan dit kan eigenlijk niet. Zou je denken toch? Maar wie weet. We gaan het gewoon proberen. Dan hoop ik weer op een opstelling met centraal aanvallende middenvelders. En die krijgen we ook 4-2-3-1. Dat is de perfecte opstelling voor Zidane en al die andere zieke icons. Ik denk dat ik dan voor Crespo ga. Hagi is op zich wel nice, maar dat is niet de beste icon. Ja, maar als spits heb je ook vet goede spelen. Oké, ik ga wel voor Hagi. Want dan hebben we nog steeds twee centraal aanvallende middenvelders open. We hebben weer gewoon meteen een icon die we kunnen kiezen. Hagi is nou 500k waard. Voor een icon valt dat wel mee. Dan kan je veel beter Zinedine Zidane hebben of zo. Maar dit is Crespo 92. Die is toch even iets beter. Dus dat is nice. Ik denk dat deze wel veel waard is. Ja, dik over de 2 miljoen coins. Dus dat lijkt er al iets meer op. Als we dan nu nog Zinedine Zidane zouden kunnen krijgen, zou perfect zijn. We krijgen Rui Costa. Nou ja, ook prima. Dit is echt een visa. Hoezo zijn die icons zo makkelijk te krijgen op dit moment? Maar kom op, Zinedine Zidane. Ah, helaas pindakaas. Het kan ook niet altijd meezitten. Maar desalniettemin natuurlijk weer zieke spelers. Gattuso, weer een icon. Ja, ik hoop echt dat we gewoon weer een ziek team kunnen maken. Maar ik laat van deze draf wel even de hoogtepunten zien. Want ik denk niet dat we zeg maar mijn vorige draf gaan verbeteren. Maar misschien ook wel. Hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat we gaan krijgen op de bank. Maar ja, aan de andere kant, het gaat gewoon weer heel goed. Want ik heb nu Petit gekregen, daarna kreeg ik de licht. Dus we zitten in deze draad al trouwens op de 7 miljoen op de PlayStation 4. Dat valt eigenlijk wel mee. Maar we hebben gewoon weer 5 icons en weer een team op hier. Robinson ook nog. Het is echt insane. Misschien wordt dit dan niet de duurste draft. Maar qua rating ga ik misschien nog wel lekkerder als de vorige draft. In ieder geval, verdediging is ook echt super lijp. Volgende centraal verdediger. Dit is wel iets minder. Maar op zich, Koulibaly, ja, dat is qua waarde niet zoveel. Dus niet de moeite waard om op de computer in te vullen. Maar hij is qua rating wel gewoon goed. Dus dat is nice. Semedo is wel redelijk wat waard. Dus die ga ik wel even invullen. Semedo, kijk, die is nog 470k waard. Dus dat is wel nice. Maar dit is echt lijp wat voor team ik weer heb. Keeper en... Ja, voor wie zou ik gaan? Ja, ik ga wel voor Ter Stegen. Gewoon puur voor zijn rating. Maar al die keepers zijn niet zo heel veel waard. Maar ja, ik moet nog wel echt een paar goede spelers krijgen. Maar als dat gaat gebeuren, zou dit misschien een 193 kunnen worden. Het zou toch insane zijn als dat gaat lukken. Oké, ik heb ondertussen deze draft afgemaakt. Maar uiteindelijk is het sowieso niet beter dan de vorige draft. Ik heb wel weer veel icons gekregen. Maar niet van die icons die 15 miljoen coins waard zijn. En dat moet je eigenlijk hebben. Wil ik ooit in mijn leven nog die 55 miljoen halen. Maar een 193 gaat ook niet meer lukken. Daarvoor heb ik net de slechte spelers gekregen voor op de bank. Dus we gaan gewoon door naar de volgende. En kijken of we dan toch nog die 193 kunnen halen. Of dat ik misschien nog die 60 miljoen coins kan aantikken. Je weet het natuurlijk weer nooit, hè.
Nou, dit wordt ook mijn laatste draft, dus dan hoop ik dat we nog een zieke laatste draft kunnen krijgen. En op zich, qua opstelling heb ik hetzelfde gekregen nu als de eerste draft waar we uit een ziek team kregen. Dus we gaan gewoon weer voor dezelfde opstelling met de hoop dat we weer een ziek team krijgen. Ik begin wel met Messi, dan heb ik in ieder geval mijn spitsen en centraal vallende middenvelders nog vrij. Want voor de rest waren het niet heel veel goede spelers. Maar ik heb zo'n voorgevoel dat het deze draft niet gaat worden. In ieder geval, de eerste twee keuzes waren niet al te best. Sterker nog, de eerste drie keuzes waren niet al te best. Kom op, ik wil wel een beetje een leuke draft hebben om mee af te sluiten. Kijk, dit lijkt gewoon meer op. Ronaldinho, die is meteen al 15 miljoen coins waard volgens mij. We gaan er eventjes achter komen. Ronaldinho, ja inderdaad, 15 miljoen coins. Op de Xbox is hij trouwens iets goedkoper, maar desalniettemin echt lijp, echt lijp. Kante, daar ga ik nu wel voor. Kan ik niet met z'n team op die krijgen. Maar deze Kante is ook helemaal prima. Die is niet extreem veel waard. Maar het is in ieder geval een redelijk waardevolle kaart. Oh man, oké. Maar ik laat wel even weer de hoogtepunten zien. Want dit gaat sowieso niet een nieuw record worden. Dat kan niet. Nee, inderdaad. Dat gaat niet meer gebeuren. Ah, weet je wat? Dan ga ik deze selectie wel automatisch voltooien. Dan heeft het ook niet heel veel nut om nog mee door te gaan. Want als we die 193 niet gaan halen of die 55 miljoen, ja, dan heeft het eigenlijk geen nut. Maar wat een zieke is team was dat, jongen. Ik heb nog nooit zo'n lijpe punt eraf gemaakt. Echt jammer dat we dan net niet die 193 hebben gehaald. Als we dat ook nog hadden gehaald, dan was deze video helemaal compleet geweest. Maar dat is iets wat we dan misschien binnenkort maar een keertje moeten gaan halen. Maar ik kan nu nog wel heel ver doorgaan. Maar dat heeft helemaal geen nut meer. Want mijn record van 55 miljoen die ga ik toch niet meer verbreken. Maar dan bedank jullie allemaal voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet meer zal dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouwzami. Let's go!